Yes, yes, yes. Welkom bij een nieuwe Weg naar Rijkdom. Mijn reis naar een gelukkig, financieel vrij en gezond leven. De afgelopen twee afleveringen hebben we het gehad over financiële vrijheid. Of in ieder geval financiële deel van dit verhaal. En daarvoor natuurlijk over geluk, drie afleveringen. Dus kan je wel wat meer geluk in je leven gebruiken? Check dan even de eerste drie afleveringen van dit jaar aan. En wil je wat meer werken aan je financiële vrijheid? Nou, pak dan de vorige twee afleveringen bij. En vandaag heb ik eigenlijk een vraag voor je. En hoeveel investeer jij in jezelf? En dit vind ik een hele interessante. Want hoeveel investeer jij in jezelf? Even een plaatje wat ik wel eens voorbij heb zien komen op Facebook, Instagram en volgens mij zelfs LinkedIn. Waarin dan staat bijvoorbeeld nieuwe iPhone. Nou, tegenwoordig wel €1400 volgens mij of €1300. Geen probleem, check. Cursusje doen? Nee, veel te duur. Weet je, en dan krijg je allemaal van die vergelijkingen. Oh ja, €100 uit eten. Ja, geen probleem. Gezonde boodschappen. Nee, veel te duur. En zo zie je een beetje, krijg je allemaal van die afwegingen van eigenlijk wat voor rare keuzes we maken. Dus sommige dingen zeggen, ah ja, het is heel veel waard, weet je wel, zo'n telefoon, ja, dan kunnen we helemaal redeneren waarom wij daar zoveel geld aan gaan uitgeven. Ja, want ik gebruik mijn telefoon elke dag en het is super belangrijk om als een zombie naar Instagram te kijken de hele dag, dus nou, daar geef ik veel geld aan uit, het moet wel goed zijn. En dan aan de andere kant, dus we knibbelen eigenlijk op dingen die ons in het leven verder gaan helpen. Ja, dus dat kan bijvoorbeeld gezond eten zijn, dat kan een stukje werken aan je fysieke gesteldheid, dus bijvoorbeeld de sportschool, zwembad of wat dan ook. Maar dat kan ook zijn investeren in jezelf. En dan komen we weer terug bij die vraag, hoeveel investeer jij per jaar in jezelf? En heb je eigenlijk een budget? Heb jij een budget waar je van je zegt, nou elk jaar geef ik 2000, 3000 euro aan mezelf uit? Of ben jij afhankelijk van je werkgever om te zeggen, hey, jij mag op cursus dit jaar? Het doet meteen denken aan een van mijn opdrachten. En ik weet nog, die man zei, ja, de afgelopen 5 jaar ben ik 2 keer op cursus geweest. Of de afgelopen 14 jaar ben ik 2 keer op cursus geweest. En die was wat passiever. En die ging dus inderdaad wachten tot zijn manager zei, jij mag op cursus. Ga jij dit maar doen? Maar als je vroeg, ja, maar wat zou je dan willen leren? Nou, dit lijkt me wel interessant. Oké. Maar waarom kan je het dan nu nog niet? Waarom ben je niet naast die collega gaan zitten die dat nu al doet? En dat is natuurlijk een stukje mindset. En dat is denk ik een hele interessante. Ook voor ons hier, weet je wel. Van als ik kijk wat ik de afgelopen jaren in mezelf heb geïnvesteerd. En hoe ik er nu bij zit. Dan denk ik, oh, ik heb echt wel stappen gemaakt. En soms kom je dan mensen tegen, en daar hebben Lies en ik het wel over. En dan zeggen we, oh ja, die had wel echt een paar hele mooie beperkende zelf overtuigingen over zichzelf. Waarvan we dan zeggen, oh, ja, weer zo'n overtuiging, ja. Hadden wij die ook? Zaten wij ook zo in de wedstrijd? Mag ik wel van ook een mug en een olifant? En dat voelt natuurlijk heel lang geleden, maar dat valt eigenlijk wel mee, want Lies en ik hebben natuurlijk allebei een NLP-opleiding gedaan. En ik heb zelfs mijn masteropleiding daarin gedaan. De afgelopen jaren verschillende seminars gedaan. UPW, A-Factor, dus seminar van Tony Robbins en Joseph McLennan, zelfs meerdere keren. Ik ga dit jaar naar Michael Pilacic toe, daar heb ik echt heel veel zin in. En nou, dus blijf toch wel bezig. En dan denk je, ja, maar wat gaat Michael Pilacic nieuw vertellen? Nou, waarschijnlijk weet ik 80%, weet ik al. Maar het is toch wel goed om het weer te horen. En even die oh ja momentjes en denk stil te staan. Ja, maar doe ik het ook echt? Dat zijn wel dingen waar je mee verder komt. Want ik zie het zo, van elke euro die je in jezelf investeert, hè, ja, dan word je, als het goed is, word je daar beter van. Dus als jij nieuwe kennis opdoet. En ja, en soms is het heel moeilijk om nieuwe kennis op te doen. Vooral als je een bepaalde baanomschrijving hebt. En je ziet wel, ja, ik wil wel verder, maar hoe dan? Want ja, er wordt verwacht dat je dit doet en je kan niet zomaar andere dingen doen. Nou ben ik daar ondertussen wel kampioen in, maar
je moet wel, hè, je moet toch ook opleveren waar je voor gevraagd wordt. En nou, natuurlijk als freelancer is het gewoon het voordeel als je wat breder bent en je zegt, hey, daar werk ik, oh ja, ja, leuk, oh, gaan jullie mee aan de slag? Nou, als je vragen hebt, daar weet ik iets van. Ja, so, ja, ja, vaak, ja, ze zegt het bedrijf toch aan het zoeken en hey, oh, heb je dit al een keer eerder gedaan? Oh, interessant. En dat is natuurlijk het voordeel als je veel verschillende bedrijven ziet. Tegenover iemand die 20, 30 jaar bij hetzelfde bedrijf. Ja, dan weet je waarschijnlijk heel veel over de diepte. Maar als je dan iets nieuws wil, ja, hoe zit het dan? Een andere manier van denken, oh, hoe zit dat dan? En, nou, dat zijn wel dingen waar je over stil moet staan. En waar ik merk waar het grote verschil zit. Dus hè, als je kijkt naar financiële vrijheid, begint dat misschien ook wel. Hè? Dat begint bij investeren. Maar de belangrijkste vraag is, waarin ga je investeren? Hè, ga je... zeg nou, koop gewoon dom elke maand een plukje aandelen. En dan kijk ik, ja, dat is best wel een methode om bijvoorbeeld je pensioen of over 20, 30 jaar een leuk bedrag bij elkaar te spelen. Maar je kan natuurlijk ook kijken van, oké, kan ik mezelf nog waardevoller maken? Door mezelf te ontwikkelen en te kijken, oké, wat zie ik in de markt? En ik weet nog heel goed toen ik in loondienst was, toen zei ik, hey, helemaal business analyse, helemaal gecertificeerd, bla bla. Ik zei, ik wil me certificeren op Agile. Dus ik wil eigenlijk Scrum Master, een product owner en misschien nog wat andere Agile trainingen gaan doen. Zij zei, Menno, dit vinden we heel leuk, maar dat past niet helemaal binnen ons bedrijfsprofiel. Toen dacht ik, oké. Nou, uiteindelijk heb ik hier en daar wel wat trainingen gedaan, hè, omdat ook soms... training worden aangeboden, nou ja, door opdrachtgevers die dan een bepaalde stap willen maken en ja, dat met z'n allen willen doen. Dus ik heb een aantal Agile trainingen in die tijd gedaan en ik merk, hey, ik vond het leuk. Dus het eerste wat ik eigenlijk deed toen ik zelfstandig werd, was inderdaad ook gewoon mijn certificering halen. Ik heb ondertussen een aantal Agile trainingen alweer gedaan en ik merk, hey, je kan zeggen, ja, maar dat is niet helemaal ons veld, maar ik doe eigenlijk hetzelfde, alleen ik zorg dat ik wat extra bagage heb, een value add, die de meeste mensen niet hebben. En voor mij is dat dan naast mijn werk als business analyst ook een stukje begrijpen van hoe werken de agile processen en hoe kunnen we efficiënter werken. En dat leuk vinden, weet je wel. Ja, ik heb gewoon ik vind het gewoon leuk om dingen te begrijpen. En dat is hoe je steeds waardevoller wordt. Want dan heb je, oh ja, jij hebt hier een business analyst, oh maar. Ja, die weet, die is goed in zijn werk. Maar ja, Menno, die kan we wat breder inzetten. Die kan ons helpen op een groter spectrum van dingen. En dat is in elk vakgebied, hè. Ik noem nu, pak even mij als voorbeeld. Maar je kan natuurlijk altijd kijken, als je, je hebt natuurlijk de uitspraak, hè, je hebt de generalisten en specialisten. En dan zeg je, ja, generalisten is eigenlijk een master of none. En dan heb je specialist die weet alles van één dingetje. Maar vaak het probleem is dat je dan op een gegeven moment niet het hele overzicht meer hebt. En dat hele overzicht, dat is juist belangrijk. Dan kan je juist ook buiten je specialisme, kan je daar nog iets doen. En dat is denk ik ook een stap naar financiële vrijheid. Van zorgen dat jij eigenlijk jezelf uniek maken. En vooral in de tijd waar AI om de hoek dreigt en er wordt geroepen, al onze banen gaan weg. Nou ja, we zullen eerst zien dan geloven. Maar er zullen een aantal, als jij je niet ontwikkelt, dan kan het zijn als je een bepaalde baan hebt. Ja, sorry, administratie. Ja, weet je, dat kan geautomatiseerd worden. Kijk, ik zie veel bedrijven en dan zie ik, nou, er zijn echt nog wel een slag te maken. Maar uiteindelijk denk ik, ja, wat jij nu hier doet, dat kan ik ook gewoon met een formule afdekken. En wat jij hier nu doet, is eigenlijk controleren of het systeem het wel goed doet. Wat ik heel raar vind. Dus eigenlijk is dan de vraag, is het systeem dan zo slecht? En hoe vaak komt dat dan voor? En als het systeem zo slecht is, moeten we dat dan niet oplossen? En dat is zeg maar de kritische vraag stellen, die ik hier ook. Hè? Dus hoeveel investeer jij nou in jezelf? Want misschien is die 1400 euro die je uitgeeft aan een iPhone wat de slechtste investering die je doet. En als je die 1400 euro had uitgegeven aan iets waar je zelf bij ontwikkelt, dan had je daar een rendement op kunnen maken. En in Richard Porter noemt de schrijver dat ook heel mooi. Hè? Je hebt assets en liabilities. Die telefoon is een liability. Die kost jouw geld. Hij genereert niks, maar zo'n cursus, die kan je wat opleveren.
die kan zorgen dat jij dat je weer een stap verder komt. Hey, ik heb volgens mij genoeg ouwe hoed over dit onderwerp. Ik hoop dat ik jou een beetje getriggerd heb om hierover na te denken. En een stap te zetten om toch weer te denken, oké, maar wat, hè, we zitten nog redelijk in het begin van het jaar, wat zijn nou dingen die ik denk, nou, die zou ik graag willen leren. En dat kan op alle vlakken zijn. Hè. Je kan beter worden in communicatie, beter worden in mensen begrijpen. En je kan zeggen, ja, maar Menno, 1500 euro, dat geld heb ik niet. Neem een abonnement op de Bieb, leen een boek, ga op YouTube filmpjes kijken. Er zijn duizenden en één manieren. En investeren, dat kun je op meerdere manieren. Hè. Je kan gewoon hard geld zetten. Dat is vaak de makkelijke manier. Maar je kan ook tijd investeren. En tijd investeren is misschien nog wel een kostbare investering. Want elk uur wat jij investeert, dus bijvoorbeeld om naar je werk te gaan en om weer terug te gaan, en in de file te staan, ja, die krijg je niet meer terug. Maar dat zijn wel de momenten dat je ontwikkelt. Dus ik luister heel veel podcasts, ik probeer me te verdiepen en ik probeer af en toe nieuwe dingen uit te proberen. En dat is, ja, dan kom je verder in het leven. Want ik weet, ja, 3 jaar geleden wist ik niks over beleggen. Maar nu weet ik heel veel over beleggen. En ik durf te wedden, over 3 jaar weet ik nog meer over beleggen. En ik merk nu al dat ik vaak als ik met mensen over beleggen heb, dat ze al kijken, oh, ja? En dan denk ik, ja, maar het is allemaal niet zo ingewikkeld. Maar je moet wel even de basis begrijpen wat je aan het doen bent. En dat is gewoon nieuwsgierigheid. Hey, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.